Yvonne Koldewijner heeft de showmedia weer eens behoorlijk op zijn kop gezet. Ze onthulde gisteren als eerste dat Douwe Bob een geheime baby blijkt te hebben en dus niet één, maar al twee kinderen heeft. Ja, het is waar, liet de zanger vlak na de primeur van Yvonne weten. Douwe Bob is nog maar 29 jaar, maar over een paar maanden heeft hij alweer drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. Naast dat hij op 9 december vader is geworden van een kindje dat hij met zijn ex Charles gemaakt heeft, kondigde hij gisteren ook de zwangerschap van zijn ex-vriendin Anouk aan. Maar waar Douwe al weken over zwijgt, is dat er op 19 december nog een meisje is geboren. Ook hier is Douwe Bob de vader van. De moeder heeft anderhalf jaar lang afgesproken met Douwe Bob. Laat maar even los dat hij is vreemd gegaan, want dat is een lifestyle bij deze man, zegt Yvonne. Deze dame kwam er pas na 13 weken achter dat ze zwanger is van hun dochtertje, aldus Yvonne. Totaal onverwachts, niet gepland. Zijn reactie was, maar ik word al vader. Dit nieuws is zo bizar dat ik uiteraard om bewijs heb gevraagd. Ik kan bevestigen dat dit 100% waar is. Hoe is zijn contact met deze dame dan? Douwe heeft meerdere keren geprobeerd een afspraak te maken om zijn dochter te komen bekijken, maar hij is nog geen één keer op komen dagen. Hij was wel een keer onderweg, maar hij is omgedraaid. Hij geeft aan dat hij het er echt niet bij kan hebben nu. Buut. Belachelijk gedrag, vindt Yvonne het. Vrij pijnlijk voor de moeder dat hij al twee kinderen heeft / krijgt, maar jouw kind geheim wil houden. De moeder heeft ook nooit geweten dat Douwe weer een relatie had met Anouk. WTF Douwe. Nog één en je hebt een kwartet. Weet zijn vriendin Anouk dit eigenlijk wel? Of moest dit geheim blijven? Douwe, ja, het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje. In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen. Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden. Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft. X.